die meneer had aan mij gevraagd of ik een verhaal wilde schrijven met dingen die ik kent aan kon te zien, met foto's erbij, voor het boek. Over vleesetende planten. Saracenia's. Dit zijn Saracenia's. Dit bekerplanten. Kijk, dit zijn oude dingen en dit worden de nieuwe. Die zitten nog dicht, zie je, net zoals jij daar ook doet. Net, die moet nog open gaan. Net als die. Kijk, dit zijn allemaal. Nou, welk is open? Nou, kijk. Dit zijn nieuwe. Die moeten nog open komen. En deze zijn open. Het is wel een andere, maar het is dezelfde plant. En hier komt dus nou regenwater in. Ja. En die planten geven zeg maar een enzym af. Dat is een soort maagstap. Dan komt er een vlieg. Hier op deze rand, op die randen, dan komt nectar op. En aan de binnenkant. En dan komt er een vlieg. Of, hier, ben je wel ja, hier. Ja. En die wil dat opeten. En die gaat er steeds dieper in en dan schuift ze erin. En hierboven staan allemaal haartjes. Ik kan het beter laten zien. Hier kan het beter zien. Allemaal haartjes. Kijk, dan doen ze slecht. Ja, ja. En die staan met de punt naar beneden. En die houdt daarop. Oh, er ligt allemaal een vlieg in. Of zoiets. Die schuiven in, kunnen niet meer terug. En die verzuipen en dan wordt verteerd. Dat is de voeding van deze planten. En deze zijn de bloemen. Even kijken. Gisteren, kijk, als ik die wegpak, dit is een bloemblad. En daaronder zitten de meeldraden. Dit. En hierop, de punten van dit zit een stamper. Hier, dus de klein pinnetje hier bij mijn nagel. Dit. Ja. En er zit hier ook in. Er zitten er vijf. Aan de onderkant van deze bloem, daar zitten dus vijf stampers. Nou moet er een, gisteren kon ik het mooi zien, er komt er een hommel. Dat is het enige die er onderdoor, die kan hier onderdoor. En die kan er eigenlijk niet uit. Dan moet je eerst de zaad bestuiven. Dat is hier gebeurd. Kijk, bij deze, dit zijn de bloemblaadjes. Hè? Dit. Ja, die. Ja, en dan zit hier stuifmeel. Ja. En hier op deze punten zit de stamper. Dus je gaat een hommel hier tussen. Die gaat hier nectar verzamelen en dan moet ze eruit kruipen hier onder deze bloemblaadjes door. En dan wordt het stuifmeel op de stamper. En dus hier op dit puntje van de blad zit een heel klein. Goh, ik zou het niet bijna te zien. Nee. Dit is het. Ja, je kunt het bij. En dan, ik heb. En dan komt er straks een grote zaadbol in. Kijk, en dit is eigenlijk is ook uitgebloeid. En hoe heet deze? Saracenia. Ik zal het daar ook opschrijven. Kijk, daar zit een vlieg. Dat is een aasvlieg. Ja. Als die er nog in kruipt, dan schuift hij erin. Ik zie hem niet, hè? En dan verzuipt hij. Ja, die is nog dicht. En dan heb je de kans dat het volgend jaar kiemt. In het voorjaar. Maar dat hoeft niet per se. Het kan ook tweede jaar pas zijn of het derde jaar, dat ligt aan de omstandigheden. Je moet eigenlijk constante vochtigheid, daarom kweek ik dus in veenmos. Dus allemaal veenmos, spagnum. Maar dat heeft bijna niemand, hoor. Dit. En dan onderin is het allemaal turf, hè. Ja. Dus die bakken, daar staat het water tot boven toe, dat kan ik hierin zien. Oh ja. Hier heb ik een pijp in, en als ik hier ingiet, dan kan ik het water zien staan. En dan weet ik. In deze. Ja. Even mij de meter, maar ik weet. Het is zo, hier heb ik aan de zijkant in deze bakken, er zit geen afvoer in, heb ik een decimeter onder de rand gaten geboord. Dus als het te veel is, dan loopt het eruit. En anders staat het vol met water. Kijk, er groeien ook die orchideeën in. Dat zijn orchideeën, hè? Wat zijn dat? Orchideeën, dit. Die en die en die. Dat zijn rietorchissen.